Arne van Aken stelt voor Dronken Romantiek door Vlaanderen. Dit op dinsdag 2 november in Rabatshow te Gent. Vertel even, je bent er helemaal klaar voor hier? Absoluut, we zijn hier om de dronken romantiek te redden. Als het niet nuchter kan, romantiek, dan maar dronken. Maar ik vind dat eigenlijk een beetje jammer. De romantiek is de wereld uit aan het gaan. De chaos in de wereld en zo. En ik vind het altijd leuk als mensen nog een keer echt romantisch kunnen doen. Vandaar eigenlijk ons nobel doel, trekken door Vlaanderen met de Dronken Romantiek Tour. En daarnaast ook het plat commerciële doel om de single een beetje te verkopen. Maar dat kan, dat mag. Alles mag. Afgelopen zondag was het eerste miniconcert in Brugge. Ja. Hoe is het geweest? Het was heel leuk, echt waar. Je komt daartoe in een café, je bent er nog nooit geweest. Er is daar amper eigenlijk voorzieningen om te zingen en te versterken. Maar dan kom je daartoe en trek je je plan. En je merkt dat de mensen dat enorm appreciëren. Dat je daar eigenlijk gewoon... Hallo, ik ben Arne, ik kom hier even een half uur zingen. Ah, wie is dat? We gaan een keer luisteren. En dat werkt wel, dat was heel tof. Een café vol knappe meisjes, niemand zag me staan. Net toen ik dacht dat de nacht nergens heen zou gaan, geloofde ik niet wat mij overkwam. Je doet het in elke provincie, nadien volgt nog dus Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Inderdaad, ja, we hebben overal inderdaad een plaats waar we een keer kunnen langsgaan om promo te voeren voor de single met de Dronken Romantiek Tour. Wordt fijn. Dronken Romantiek is meteen de voorbode van een album voor het voorjaar? Inderdaad, we spelen niet alleen Dronken Romantiek, we spelen ook nog een paar andere nummers. Eigenlijk een beetje een teaser naar het album die eraan komt in februari. En tot nu toe zijn de reacties heel fijn op die nummers. Het is ook een beetje een test van welke nummers werken goed bij het publiek, welke niet. Tot nu toe alleen nog maar positieve reacties gekregen. Hey, mag ik met je mee? In je bedje is toch plaats voor twee? Want ik heb iets te veel gezopen. Arne van Aken is een en al Nederlandstalig. Inderdaad, ja. Ik zing ook graag Engelstalig, maar op dit moment, in deze fase, hou ik ervan om leuke verhaaltjes te vertellen in het Nederlands. Mensen die jou niet kennen, die zullen jou misschien wel herinneren van Radio 2 toen je een wedstrijd won met Luisje. Ja, inderdaad. Dat was het moment eigenlijk voor mij om een keer met de Nederlandstalige nummer naar buiten te komen. Ik had die wedstrijd dan ook gewonnen. En dan merk je ook wel van, mensen staan wel open voor mijn rare gedachtegang, mijn fantasiewereld. Ja. Radio is moeilijk om een gezicht op te plakken en nadien was je te zien op de TV1 met Zo is er maar één. Ja, dat was heel fijn. Daar draaide het vooral rond het coveren van nummers. Dus het was best een uitdaging om elke keer er een origineel, leuk versie van te maken. En dat is 3 weken lang heel goed gelukt. Het was heel fijn om mijn gezicht een keer te kunnen tonen aan iedereen. Met wat combineer je dit allemaal, het zingen? Wel, ik ben ook presentator op VTM Kazoom en dat is geweldig te combineren. Deels gewoon het kind in naar boven halen en programma's aankondigen voor kinderen en anderdeels het kind spelen met mijn eigen muziek. Het is heel fijn om te doen. Ja. Krijg je voldoende aandacht volgens jou? Wel, het is heel fijn om te merken dat er toch mensen van wakker liggen. Omdat je bent iemand die nog niet gevestigde waarde is. Ik kom zelf naar buiten met die promotour. Dus het is een beetje een nuloperatie op dit moment. Het is heel fijn om te zien hoe mensen een warm hart toedragen en ja, heel leuk. Leuk voor de fans, want het is allemaal gratis s'avonds. Ja, ja, wel kijk, ik vind dat ook totaal geen slecht idee. Ik vind, als je wilt een beetje bekend worden met je muziek, dan moet je ook naar buiten komen. Moet je niet wachten tot de eerste kerel komt en die zegt van kijk, ik geef je zoveel €1000 voor een optreden. En ik zou het ook niet kunnen. Ik adem muziek, ik wil dat spelen voor mensen. En dat is juist heerlijk om dat te kunnen doen. Ja.